Die hoort aan de kapstok en die in het mandje bij de voordeur. Dat is alleen als ik me goed voel. Geen Edwin? Kunnen we het misschien ergens anders over gaan hebben? Nee. Heb jij Nina vanmiddag gezien of gesproken? Het schijnt dat ze eventjes langs is geweest voor een recept van Rosa of zoiets. Als ik zeg dat we het ergens anders over moeten hebben, dan moet je juist doorvragen. En lief zijn. En direct doorhebben dat ik me echt ontzettend rot voel. Het gaat de hele tijd al over, Nina. Maar hallo, ik ben er ook nog. Ja, ja, schat, ja. Edwin heeft genoeg van me. Heeft u dat gezegd? Nee, natuurlijk niet. Maar dat voel ik gewoon. Heeft het met Anton te maken? Nee, dat lijkt allemaal opgelost. Kortom, alles is goed en het saaie leven dat is begonnen. Hij had zelfs een smoes bedacht om eerder naar huis te gaan. Een wiskundetoets. En toen wist ik het zeker. Ik ben hem kwijt. Nou, maar schat, dat kan toch ook gewoon zo zijn? Hij neemt zijn school heel serieus. Sorry, jongen, maar als je kunt kiezen tussen mij of formules met weet ik wat voor breuken, dan... Maar luister, lieverd. Als Edwin echt genoeg van je had, dan was hij toch al eerder afgehaakt. Hij heeft niet bepaald een makkelijke tijd achter de rug. Nou, misschien had hij daarom geen tijd om over ons na te denken. En nu er helemaal niks ingewikkelds meer is. Ja, maar nou luister, je kunt ook problemen zoeken die er niet zijn, hè? Neem me niet serieus. Jawel, jawel, maar ja, je moet jezelf niet gek maken. Een beetje vertrouwen hebben in Edwin. Hij is dol op je. Dat is echt niet zomaar weg, hoor. Ja, nou. Ik wou gewoon liever thuis slapen. Je moet natuurlijk doen wat je wilt. Hebben jullie ruzie? Mam. Ja, eerst wil je heel graag bij Lucas zijn en nu opeens niet meer. Ik was gewoon vergeten dat ik een toets heb morgen. Nou, wil iemand wat te drinken? Nee, dank je. Ik ga naar bed. Ik hoef niks, dank je wel. Lieverd, als er iets is, kun je natuurlijk altijd met ons over Mam. Oké, okay, ja, sorry. Heel fijn dat u dat wilt doen. Sjoerd Bouwhuis is de naam. Ja, heeft u mijn nummer goed opgeschreven? Ja, klopt. Dank u wel. Tot ziens. Dat klonk serieus. Ja, is niks bijzonders. Ik heb mijn telefoonnummer achtergelaten in de gevangenis waar Sil zit. Moet je niet bij Lucas zijn? Nee, ik heb morgen een doets. Oh. Dat is het. Waarom wil jij Sil spreken eigenlijk? Jullie kennen elkaar toch niet echt? Nu ben jij de beurt, broertje. Nou, ja. Zeg, ik ben gewoon ontzettend begaan met mijn jongens. Ik wil graag dat het goed gaat met jullie. Dat is niet nodig, man. We zijn volwassen. Nee. Ja, ik hoor het al. Goed. Nou, ik ga ook maar naar boven. Maken jullie het niet te laat? Nope. Rusten, man. Goed, rusten. Heb je echt een toets morgen? Nee. Hey, is alles wel oké? Dat weet ik nog niet. En jij? Ja, dat weet ik nog niet. Nou, zullen we dan gewoon een filmpje kijken? Ja, dat is een goed idee.